Welkom vrienden van M2 Trading. Vandaag ga ik jullie weer iets leuks vertellen over een nieuw product. We hebben hele mooie CNC gefrezen spiegels binnengekregen. Die volledig bestaan uit metaal en natuurlijk uit reflecterende spiegel waar je mooi in kunt kijken. Deze spiegels zijn zeer geschikt voor op de motor, scooter, fiets. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het belangrijkste wat je nodig hebt is een stuuraansluiting. Dus je moet hem in het stuur kunnen steken van de zijkant met een doorsnee van 18 mm. Deze spiegel vind je terug bij ons op onze webshop onder het artikelnummer 123040. Die kunt u bovenaan in de zoekbalk invullen en dan komt u direct bij het juiste product uit. Dus ik herhaal 123040. Deze spiegels verkopen nog sinds een paar weken en de reacties zijn zeer lovend. We waren er zelf ook een groot fan van. Het mooie van deze spiegels is dat je ze heel goed vast kunt zetten, waardoor ze niet kunnen gaan verzakken door de trillingen. En de montage is zeer eenvoudig. Voor de montage van deze spiegels krijg je 2 inbussleutels meegeleverd. Een dikke en een kleine. De dikke is bedoeld om uw spiegel steekt u in het stuur. Dan steekt u de dikke hierin en kunt u die aandraaien. Wanneer u deze aandraait, gaat dit busje naar binnen en zal deze bus naar buiten komen. Waardoor die de ruimte in uw spiegel, in uw stuurgat opvult. Hierdoor komt die heel strak in het stuur te zitten. Nou, wanneer u dat heeft gedaan, gaat u de spiegel in de juiste hoek plaatsen. U kunt de spiegel in diverse hoeken plaatsen. U kunt bijvoorbeeld zeggen, ik zet hem zo lang van mijn spiegel af. Je kunt hem naar onder plaatsen, maar je kunt hem ook natuurlijk, als je hem aan de andere kant zet, naar boven plaatsen. Bij deze set krijg je 2 spiegels geleverd, waardoor je dus alle kanten op kunt. Als u de positie heeft bepaald, bijvoorbeeld deze positie, gaat u deze inbussleutelschroef aandraaien, waardoor de spiegel niet meer kan kantelen. U bent nu klaar om de draaipositie aan te passen, dat doet u door middel van deze inbussleutel. Wanneer u dat heeft gedaan en u bijvoorbeeld in deze positie wilt houden, hoef u nog alleen maar de juiste hoek te bepalen. En dan kunt u met deze en deze zorgen dat hij niet meer gaat kanten. Het leuke van dit systeem met de inbussleutels is dat het iets meer werk is, maar het ook moer vast zit. Je krijgt die niet meer in beweging op het moment dat je ze helemaal vast hebt gedraaid. Wat natuurlijk ideaal is, want zeker als je een motorscooter of een scooter hebt en je rijdt regelmatig over drempels of wat dan ook, die spiegel die kan altijd dus verzakken. Zeker omdat die met de hand verstaanbaar moet zijn normaal gesproken. Nou, deze gaat dus niet meer verzakken of verplaatsen en blijft dus mooi op zijn plek zitten. De spiegel ziet er ook nog eens heel fancy uit. Dit gedeelte is uit 1 geheel gemaakt, alle beugeltjes. Dat noemen ze CNC gefreesd. De afmetingen van deze spiegels zijn als volgt. Ik had al aangeduid, deze doorsnee is 18 mm. De totale breedte van de spiegel is 110 mm. De totale hoogte van de spiegel is 60 mm. En bij het laagste punt is die 30 mm hoog. Deze spiegel heeft een dikte, en dan gaat het van deze, gaat het dan om, en dat is 10 mm. Het totale gewicht van deze spiegel is maar 250 gram, dus ze zijn zeer licht en echt geschikt overal voor eigenlijk. Deze hippe spiegels zijn eenvoudig bij ons online te bestellen. Wanneer u ze vandaag bestelt, heeft u ze morgen in huis. Mocht er nog vragen zijn, dan verneem ik die graag van u. Plaats dan hieronder een comment. Mocht u de video leuk vinden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wilt u op de hoogte blijven van onze volgende video's? Abonneer je dan op ons kanaal, dan blijf je op de hoogte houden van de volgende video's. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer bij M2 Trading.